de Oostdag Kampenveen 2023. We hebben hier met de hele buurt, organiseren we dit, hebben wij deze hele week de voorbereiding gedaan, dus tent opgebouwd, heel het terrein ingericht. Ik heb deze grond in, ik denk, 2017 ongeveer gekocht. En vroeger was op dit terrein waren altijd oranje feesten. En ik heb altijd het idee gehad, mocht dat ooit weer een keer terug kunnen komen, dan leek me dat gewoon heel leuk om dat weer op te pakken. En nu is het geen oranje feest. Maar het is nu dan een oogstdag geworden en het slaat best wel aan. Je ziet gewoon elk jaar hebben we meer belangstelling en dit jaar is het hartstikke leuk, gezellig druk. Ben je er al een keer helemaal overheen kunnen gaan of niet? Ja, wel een paar keer. Ja. Ja. Hoe is het water? Is het koud? Ja, het water is heel koud. Maar leuk of niet? Ja. Zoals je hier om je heen kijkt, zie je heel veel activiteiten. We hebben hier ploegwedstrijden vandaag. Wat is de handigheid? Wat moet je goed kunnen? Voorste stuk, hier zie je 8 meter. Hier aan deze kant 12. Dus er zit 4 meter verschil in. En dit is de opzet dat de laatste 16 voren recht zijn. Dus ik moet nu iedere keer verlopen. En dat is de clue. En dan moet ik een meter laten staan. Bij de van de vorige. Hoe is het niveau? Ja, het is redelijk goed hoor. Ja, mooi. Goed, hoor. Ja. Zeker. Waar let je nou precies op? Met de eerste voor, of die recht is. En de aanstorting naar de eerste voor. Alles goed ondergedekt. Egaal, geen gaten in het ploegwerk. Dit is toch wel aardig zwaar hoor. Om je eenheid, je tractor en je ploeg. Het mooie recht door het veld te sturen. Komt toch nogal wat bekijken hoor, dat heb ik wel gehoord. Hoeveel deelnemers doen er mee hier? 9. 9. Er is een zager bezig met een mobiele zagerij. Een mobiele houtzagerij, waar wordt die voor gebruikt? Dat ik naar de mensen toe ga om hout te verzagen. Nou, je kunt het hout naar een zagerij toe brengen. Hoop werk, hoop kosten, je hebt een vrachtwagen nodig. Maar nu, ik ga naar de mensen toe. Mensen die hebben een plan, ze willen iets met het hout gaan doen. Het zij een tuinhuis bouwen, hout voor tafelbladen, noem maar op. En dan kan je het gewoon ter plekke zagen zoals de mensen het hebben willen. Ze hebben geen onkosten van transport, ze zijn erbij bij het zagen. Als we soms wat op andere ideeën komen, half op de dag, nou, dan gaan we het op een andere manier doen. Maar ik vind het zelf gewoon prachtig, mooi werk om te doen. Je gaat naar de mensen toe, je zaagt een mooi product. Het zijn particulieren, bedrijven, hobbymensen, kunstenaars. Een heel breed publiek waar ik kom. We hebben heel veel voor de kinderen. We staan er nu middenin. Een waterbak, slingertouw, van alles en nog wat. Dit is eikenhout wat we hiervoor gebruiken. Ja. Het brandt lekker lang en je hebt meteen een goede reuk eraan zitten, zeg maar. En dan, dat is dan weer voor de smaak van de vis. Ja, maar welke vis gaan jullie hier roken? Dit is voornamelijk zalm. Ja, je kunt het wel bovenin zien. Dit is zalm. Oh.
vervolgens staan er heel veel oldtimers. Nou, deze ding, ik heb gekocht in Oosterwolde. Hij lag eigenlijk bij het oude ijzer. En ik heb hem daar gekocht toen in die tijd voor €750. Met een ploegje en al erbij. Totaal uit elkaar geweest. Ik heb alle onderdelen helemaal uit elkaar en allemaal weer in elkaar gezet. En gespoten. Nou ja, en beugeltjes erop gemaakt, de lichten er allemaal op. Alles was erg stuk. En ze doen het ook altijd, eigenlijk altijd. Ja. We hebben een dorsmachine. Er kan hier gemaaid worden, er kan gehooid worden. Dus kortom, van allerlei activiteiten. Hier achter ons zie je landgoed Wittenstein. En dat is in 1500 gebouwd. En eigenlijk, ik heb nog een hele oude foto uit 1875. Dan werd dit terrein gebruikt voor de jachtpartij. Dan stonden hier ook allemaal tenten. En dan werd er een jacht georganiseerd vanuit het kasteel. En dan was hier het afsluitende feest. En op die foto zie je dan ook allemaal koetsen, de paarden, de honden en heel veel tenten. Ja, dus. Ik zie hier nu ook een koets, dus dat breng je een beetje terug. Ja, dat vind je een beetje terug, ja. ja. Wie kunnen hier komen? Nou, eigenlijk is iedereen welkom natuurlijk, hè? Maar het is een beetje oogstdag Kamperveen. En je moet rekenen, we hebben hier een agrarische omgeving. Die mensen zijn altijd heel druk op de boerderij. En het is zelfs zo dat er is hier een man met verschillende tractoren. En die heeft zijn hooi nog laten liggen, omdat hij zei, ik wil eerst vandaag hier zijn om dit mee te maken. Dus het is niet alleen een gezellige dag, maar ook het sociale contacten. Dus je hebt heel veel mensen, zien elkaar eens een keer weer, even bijpraten. En het is gezellig met een appie en een drankje. En ja, die gezelligheid die hadden we gisteravond trouwens ook. Echt een hele gezellige avond. En vandaag hoop ik dat weer zo is. We staan hier onder een spantent, laat maar zeggen. Die wordt dus opgestaan door die twee hoofdmasten. En dan weer aan de zijkant vier zijmasten staan en daardoor wordt het door de tent opgespannen. Doordat hij zo ontworpen is dat hij twee punten omhoog houdt en vier punten trekt de tent naar beneden. Zo zorg je dat die tent vrij stabiel is. Als je gewoon een vierkant kleed ophangt, laat maar zeggen, dan gaat het wapperen en klapperen. En omdat je hem vrij snel kunt opzetten en een stoer uiterlijk heeft natuurlijk met die paal. En dat vinden we natuurlijk heel leuk. En ja, dat is een beetje tegenhanger tegen de standaard tenten, laat maar zeggen. Heel veel nieuwe dingen tenen. We hebben dan zagerijs er dit jaar bij. En we hebben weer meer markraam. Dus dat is wel leuk met plaatselijke producten. En we hebben een kleedjesmarkt erbij. En daarnaast kunnen ponies gereden worden. De kinderen kunnen pony rijden. We hebben het spelen voor de kinderen wat uitgebreid. En nou ja, voor de rest is het eigenlijk een gewone familiedag. Gewoon een hele gezellige dag. Eindigt om 4 uur, begreep ik? Tot 4 uur, ja.